Ja, 2/5 deel van 1400. Hoe pak je dat aan? Speciaal voor iemand opgenomen. Toen dacht ik, nou, ik zet het op YouTube, want dan hebben we er misschien meer aan. Wat moet je hier nu doen? Nou, het is eigenlijk steeds hetzelfde. Als je zo'n type som krijgt, dit is hetzelfde aanpak als 3/4. Ik schrijf ze normaal niet zo hoor, maar dat doen ze op de basisschool zo. Daarom schrijf ik zo. 3/4 deel van 360. Ik zeg maar iets. Dit type sommen. Het voordeel van breuken is als je weet hoe dit moet, dan kun je zo'n heel blad krijgen met sommen, kun je ze allemaal maken, want het is steeds hetzelfde. Dus heb je het helemaal door of ken je het regeltje? Ken je het regeltje en kun je het regeltje toepassen, maak jij zo'n heel blad sommen. Maar jij moet wel eens het regeltje weten. Nadeel is ook, kan je het regeltje niet? Ja, dan weet je gewoon, kan je heel zo'n blad sommen niet maken. Maar ik ga zorgen dat je aan het eind van het filmpje dit door hebt. Nou, hoe pak je dit aan? Dan ga ik eerst een makkelijker voorbeeld voor geven. Even heel erg in het kort. Dit kan vooraf, we gaan het straks beter laten zien. Je kunt zeggen, ik reken eerst 1/5 deel uit en dan doe ik dat nog eens keer 2. Ga ik straks laten zien hoe dit zit en wat je dan moet doen. Een andere manier is dat je zegt, nou, en dat weten niet veel mensen, 2/5 deel van 1400 is gewoon 2/5 deel of 2/5 keer 1400. En dan mag je gewoon de regels van breuken vermenigvuldigen gebruiken. En die zijn te doen. Dus, maar ik ga dat straks laten zien. We doen even eerst een makkelijker voorbeeld. Wat is nu een makkelijker voorbeeld? 1/4 deel van 24. 1/4 deel van 24. Wat moet je dan doen? Nou, sommigen zeggen, oh, maar die weet ik wel, dat is het probleem niet. Nee, maar wat hier werkt met 1/4, werkt straks ook met 1/5 en daarom laat ik het zien. Als je nu 1/4 deel van iets moet uitrekenen, dat kan op twee manieren. Misschien weten jullie dat keer 1/4 doen is precies hetzelfde als delen door 4. Misschien weet je dat wel. En anders vertel ik het nu. Keer 1/4 doen is delen door 4. Dus wat je hier mag doen is 24 gedeeld door 4. Dat doe je dan in gedachten, hè? En dan heb je het antwoord 6. Nu is er nog een andere manier. En dat is 1/4 doen keer. Oh, wacht. Ik zet punt. In de middelbare school mag je punt gebruiken voor keer. Dus als ik soms sprookje punt gebruik, weet je waar die punt vandaan komt. 1/24. Daar moest ook het hele filmpje over. Ik had hem helemaal af. En toen dacht ik, oh kak, staat een punt in de plaats van een keerteken. Goed, 1/4 keer 24. Hoe pak je dat nu aan? Nou, dat kan ook weer op twee manieren. Je kunt zeggen, 1/4 keer 24. Ik pak de tellers. En als je namelijk iets keer 24 gaat doen, dan is dat zo. Dus dat ze 1/4 keer 24, zelfs 24 keer 1/4. Dan mocht je ook zeggen, goh, ik doe gewoon alleen iets met die tellers. Bij keer blijf je, als je naar de tellers gaat kijken, zegt de noemer alleen hoe ze heten. En de tellers zeggen hoeveel het er zijn. Dus je mag zeggen, ik doe gewoon die 24 keer de 1. Dat mag. Dan krijg je 24 vierdes. En dat is 6. Dat is een manier. Andere manier is, en die vinden jullie denk ik fijner, zeker als je op de basisschool zit, 1/4 keer 24. Dat je nu zegt, ja, ik maak van die 24, maak ik 24 hele, ofwel 24 eendes. En dan krijg je gewoon de rekenregel van de keer. En wat is nu de rekenregel van de keer? Dan doe je teller keer teller. En dan doe je noemer keer noemer. Dus tel keer tellen, boven ze tellen, tel keer tellen, noemer keer noemer. En dan krijg je 24 vierdes. Daar moet je dan de hele van uithalen. Dus hier kun je van maken 24 vierdes. Oh, ik schrijf het antwoord dan ook. 24 vierdes en dat is 6. Dat is even hoe je 1/4 deel uitrekent. Nou, zo werkt het ook met bijvoorbeeld 1/5 deel van, nou wat zullen we doen, 40. 1/4 deel van 40. Dan kun je dus zeggen, goh, ik doe 1/5 keer 40. En dat is, oh sorry, 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 sorry. 1/5 keer, ja ik doe het natuurlijk, in mijn andere film is altijd de punt, hè, dus ik moet even opletten. 40 eendes, hè, dan mocht je hier, mocht je daar de hele van maken. En dan krijg je 40 vijfdes. Ja, en 40 vijfdes, die kun je vereenvoudigen naar 8. Dus wat je dan doet, is oké, 1/5 deel van 40 is dus 1/5 keer 40. En 1/5, en 40 is 40 eendes. En dan krijg je dus tellen keer tellen, noemen keer noemen, 40 vijfdes. Dat is een regel, die moet je gewoon weten. Tellen keer tellen, noemen keer noemen. Waarom? Dat hoef je niet eens te weten. Zeker niet op de basisschool. Maar
Je moet wel weten dat het zo is. En dan moet je keurtrog toepassen. En dan kun je heel veel voorbreuken maken met keersom. Als je het regeltje kent. Nou, nu heb ik dit laten zien. En een andere manier was dat je zei, ja, 1 vijfde deelnemen, dat is gewoon 40 gedeeld door 5. En dat is 8. Dat vind je misschien veel fijner. Nou, hoe pak ik nu zo'n som aan? We kunnen dit op twee manieren doen. We kunnen zeggen, we berekenen eerst 1 vijfde deel. En dan doe ik keer 2. Leg ik straks uit waarom. Sorry. En een andere manier is dat je zegt, nou, 2 vijfde deel van 1400 is 2 vijfde keer 1400. En dan maak je het keersommetje. Ik laat ze allebei even zien. Schrijf ook eventueel mee met dit. Dus zet hem even stop, denk even zelf, schrijf even mee. Daar heb je het meest aan. Dat gebeurt in de echte les ook. Nou, 1 vijfde deel van 1400 en dan keer 2. Ik ga eerst deze manier laten zien. 1 vijfde deel, dus als je zegt, als de vraag is 2 vijfde, ik schrijf hem niet zo, maar ik weet dat ze op de basisschool zo doen. 2 vijfde deel van 1400, dan zeg je, oké, okay, die 2 vijfde, dat zie ik niet in één keer. Ik reken eerst 1 vijfde deel. Ja, ik ga hem toch anders schrijven. Dat gaat zo tegen mijn gevoel in. 1 vijfde deel, ik reken eerst 1 vijfde deel uit van 1400. En dat kon weer op twee manieren. Of je deed 1 vijfde keer 1400, maar je weet misschien nog, je mocht gewoon dan 1400 delen door 5. Hartstikke lekker, want dan ben je gewoon best, ja, dan heb je het eigenlijk best snel uitgerekend. En 1400 gedeeld door 5, nou, hoe pak je dat nu handig aan? Nou, 1400, even kijken waar ik plek heb hoor. Dit haal ik even, dit haal ik even weg. 1400 gedeeld door 5, hoe pak je dat nu snel aan? Nou, dan doe je eerst bijvoorbeeld 400 delen door 5 is 80 en 1000, want dit is eigenlijk, ik ga het anders uitleggen. Dit is een stukje 1000 en het is een stukje 400. Als ik nu 1400 moet delen door 5, dan deel ik 1000 door 5, dat is 200. En ik til die 400 door 5. En die 400 gedeeld door 5 is 80. Dus 1400 gedeeld door 5 is 280. Je deelt die 1000 door de 5 en je deelt de 400 door de 5. Dat is een snel maniertje om 1400 door 5 te delen. Er zijn er meer manieren hoor, maar ik ga het gewoon niet allemaal laten zien, dan wordt het veel te veel. Nu heb ik 1 vijfde deel. Ja, en dan is 2 vijfde deel. Ja, dat is 2 keer zoveel. Hè? Als je 1 vijfde deel hebt, en die heb je al uitgerekend, dan heb je opeens 2 vijfde deel. Ja, dat is 2 keer zoveel. Dus 1 vijfde deel weten we. Ja, wat is dan 2 vijfde deel? Dat is dan 280 keer 2 en dat is 560. Dat is een manier. En dit werkt altijd. Dan is er nog een manier. En die tweede manier, die ga je denk ik gebruiken als je op de middelbare school zit. Of als je het heel goed in de getallen bent, denk je, oh, die vind ik eigenlijk fijner. 2 vijfde deel van iets nemen. Oh, gaat lekker. Zo. 2 vijfde deel van iets nemen is gewoon 2 vijfde keer doen. Dus 2 vijfde deel van, dat is eigenlijk 2 vijfde keer. Oh, sorry. Zit er zo bij mij in. Is eigenlijk 2 vijfde keer doen. Dus dan krijg je 2 vijfde keer 1400. Ja, en 2 vijfde keer 1400. Wat moest je dan doen? Nou, dan kon je of met die tellers gaan werken, maar je kon ook zeggen, nou, dan haal ik de hele eruit. En op de middelbare school, strakjes, moet je, al haal ik de hele eruit, zet ik de hele bovenin, zeg maar, maak ik er 1401 dus van. Op de middelbare school, strakjes, moet je steeds ook je sommetjes opschrijven. Jullie doen dit misschien gewoon op een klaplaadje, maar middelbare school moet je ook zo het sommetje opschrijven. Daarom laat ik het ook zo zien. Deze truc werkt ook altijd. Dat je zegt, nou, van die 1400, als ik keer moet gaan doen met die 1400, dan maak ik daar 1401 dus van. He, want dat is gewoon 1400, zijn 1400 hele. En dan, omdat je altijd gaat doen teller keer de teller en de noemer keer de noemer, kun je hier zeggen, wat doe je dan eigenlijk boven? Nou, dan doe je boven eigenlijk 2 keer 1400 en onder doe je eigenlijk 5 keer 1. En dan krijg je dus 2800 5 dus. En dat is wel een klus om uit te rekenen, maar dan kom je dus uit op 560. Ik denk op de middelbare school ga je deze meer gebruiken. Dan zul je ook zien dat je vanzelf een punt gaat gebruiken voor de keer, maar dat is pas voor veel later. En nou ja, veel later, later. En ik denk dat op de basisschool het fijnste hier is, en ik denk ook dat zo jullie juf en meneer het uitleggen. Eerst 1 vijfde deel uitrekenen, eerst 1 vijfde deel en dan keer 2 doen. Ik denk dat dat het fijnste werkt. En met die 1 vijfde deel onthoud dan dat is gewoon gedeeld door 5.
Nu denk je, ik snap het. Of je denkt, mwah. En dat is eigenlijk niet voldoende. Ik ga even nog een paar voorbeeldjes doen. En kijk die echt ook even af en schrijf mee. Want daarna denk ik dat je het in je vingers hebt. We beginnen met 3/5 deel van 15. En ik ga het nu op de basisschool manier uitleggen. Dus 1/5 deel is, en dan is 3/5 deel. Ik denk dat jullie daar nu het meest aan hebben. 3/5 deel van 15. Wat doe je dan? Nou, 1/5 deel van 15, dat gaan we eerst uitrekenen. En 1/5 deel is 15 gedeeld door 5. He, want 1/5 deel nemen is hetzelfde als delen door 5. He, dus dat gaan we doen. We gaan 15 delen door 5. We gaan eerst 1/5 deel doen. En ik zet dit zo erbij. Ik denk dat jullie alleen op hoeven schrijven 50 gedeeld door 5. En misschien mocht je er zelfs gewoon het antwoord op schrijven. De som op het klapblaadje, dat weet ik niet. Eerst 50 gedeeld door 5. Dat is 3. Nu weten we hoeveel 1/5 deel is. Dus 1/5 deel is 3. Maar we hebben niet 1/5 deel. We hebben 3 van die stukjes. Dus als je weet dat 1/5 deel 3 is. En ik moet dan 3/5 weten. Dan moet ik dus 3 keer zoveel hebben. He, want dit is 1/5. Heb ik 3/5. Oh, dit is 1/5. Dit is 3/5. Dat is 3 keer zoveel. Dus ik heb dan. Zo kan ik dus heel gemakkelijk 3/5 deel uitrekenen. En dat doe je zo. Dus 3/5 deel is 3 keer zoveel. Dat is 3 keer zoveel. Dus dan is dat ook 3 keer zoveel. Dus dan krijg je hier 3, waar ik nou gebleven, 3 keer 3 is 9. Dus 3/5 deel van 15 is 9. En zo gaan we het nu ook hier doen. Hier gaan we zo meteen eerst 1/7 deel uitrekenen. En dan gaan we het keer 6 doen. Hier gaan we zo meteen ook eens 1/9 deel uitrekenen. En dan gaan we het keer 8 doen. 1/7 deel uitrekenen, keer 6 doen. En 1/7 deel is gewoon delen door 7. 1/9 deel is gewoon gedeeld door 9. Gaan we nu, deze hadden we dus gevonden, die hebben we gedaan, dan gaan we naar de tweede. 6/7 deel van 560. Dan gaan we dus eerst naar 1/7 deel. Even zitten. Eerst naar 1/7 deel. Hoe zit dat nu? Nou, 1/7 deel, dan mocht je gewoon delen door 7 doen. Hè? Mocht je gewoon delen door 7. Dus wat krijg je dan hier? 560 gedeeld door 7. Want dat is 1/7 deel nemen, delen door 7. En dat moet je dus goed onthouden. 1/7 deel, dat is delen door 7. 1/9 deel, delen door 9. 1/15 deel, delen door 15. Als je dit door hebt, ja, dan kun je ze allemaal maken. En dat is fijn. Maak je misschien af en toe een rekenfoutje, maar dan snap je wat je moet doen. Nou, 560 gedeeld door 7, dat is, dit is 1/7 deel nemen. En dan kom je uit op 80. Hoe doe ik dat? Ik deel 56 door 7 en dan weet ik dat is 8. En dan weet ik dus, oh, dan moet dit 80 zijn. Zo doe ik dat. Maar daar heb je je eigen trucjes voor, hè. Nou, maar er stond niet 1/7 deel, nee. Er stond 6/7 deel. Dat kan ik met mijn handen niet goed laten zien. Ik denk hoe ik dat ga doen. En wat moet je dan dus doen? Ja, keer 6. Want 6/7 deel, dit is 1/7. En dit is 6. Oh, moet ik even zo doen. Dit is 6/7. En dit is 1/7. Dus dit is 6 keer zoveel. Dus als ik 6 keer zoveel heb, dit is 6 keer zoveel. Ja, dan heb ik dus ook dit 6 keer zoveel. Dus dan heb ik nog 80 keer 6. Want ik heb dus 6 van die stukjes. He, dus je rekent dan eerst uit hoe groot is 1 zo'n stukje. Hoe groot is 1/7. En dan kijk je, hé, maar ik heb er 6 van die stukjes. Van die deeltjes. Dus moet ik nog keer 6 doen. Hier eerst, hoe groot is 1/9 deel. Dan reken je uit. En dan denk je, aha, maar ik heb 8 van die stukjes. Dus dan moet ik nog keer 8 doen. En dat is wat je iedere keer doet. Dan nu de laatste. Probeer hem eerst eens even zelf. Even stopzetten, hè? Want anders dan. Nou, dan krijg je dus 8/9 deel van 1800. En wat moet je dan doen? Nou, wat je nu moet doen, is eerst weer kijken hoe groot is 1/9 deel. En 1/9 deel is gelijk aan. Dan doe je dus 1800 gedeeld door 9. Want 1/9 deel nemen is hetzelfde als delen door 9. Dus dan kom je uit op 200. Maar dan ben ik er niet.
Want ik heb niet één zo'n stukje, ik heb niet één negende deel, nee, ik heb 8 van die stukjes, dus ik heb 8 keer zoveel. Dus 8 negende deel is, dit is zeg maar gedeeld door 9. En nu moet je keer 8 doen, want ik heb 8 van die stukjes. Ik heb er niet eentje, nee, ik heb er 8. Dus dan doe je nog 200 keer 8 is 1600. Dat was hem. Ik hoop dat ik niet te vaak zo'n punt heb gebruikt in plaats van een keer, maar mocht dat een keer voorgekomen zijn, dan weet je waar het vandaan komt. Wil je hier meer van zien? Stuur me even een appje, dan maak ik meer sommen voor je. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!